Even goed was het genieten geblazen en het feest gaat maar door. Carolina Kostner staat op het ijs. Nou, ik wil nu wel even zeggen dat die loting afgeschaft moet worden voor die korte kuur ook. Dat ze gewoon op World Ranking moeten gaan schaatsen. Okay. Net als in, want ik vind dit, we krijgen straks... Dat moet aan het eind. Ja. Ook al is het de korte kuur. Maar goed, dat is een heel andere discussie. Carolina Kostner. Een fantastisch seizoen is het voor Carolina. Eindelijk won ze dan die Olympische medaille nadat het misging in Turijn. In Vancouver. Twee keer al. Brons in Sochi. Drievoudige flip, drievoudige toeloop. Drievoudige Rietberger. Jongen. Dit is kunstrijden van het hoogste niveau dat ik ooit gezien heb bij de dames. Ongelooflijk. Carolina Kostner bewaart ook haar beste kuur van haar hele carrière hier tot Saitama, tot de WK. Geen stap verkeerd gezet. Interpretatie van de eerste tot de laatste seconde. Het is pure klasse die ik eigenlijk nog nooit zo gezien heb. Het is haar laatste wedstrijd. En Carolina, bedankt voor alles wat je aan ons gegeven hebt. Ook weer dit seizoen met deze korte kuur. Briljant. En wederom staat het Japanse publiek rechtop. Ze zijn sportief. Ik wou bijna zeggen, in het hol van de leeuw rijdt ze haar beste kuur. Maar zo zal het niet voelen. Lori Nickel, de choreograaf. Did it feel beautiful? Ach, mooi. Did it feel beautiful? Ja. Hoe mooi ze dat ook zegt, Lori Nickel.
ongelofelijke vakvrouw. Al jaren en jaren maakt zij de kuren voor Carolina. Het is echt een fantastische samenwerking die die twee hebben. En dan samen met Micha Hoed. Ja, en als je dan drie van zulke kuren achter elkaar ziet, hè. Asada, Suzuki en Costner, hoe moet je kiezen? Hoe moet je die components dan jureren? Voor mij is de interpretatie van Carolina het beste, gevolgd door die van Suzuki. Maar ze zijn alle drie... De performance misschien wel van Suzuki en dan Costner en dan Asada. Ja, sorry, Asada is voor mij op de derde plek van die drie. Jongen, wat een emotie dit ook oproept, zelfs bij ons. Terwijl we hier in een coole studio natuurlijk zitten. In een hokje. Hoe komt dat van over? 2x2. Hoe komt dat over in die arena in Saitama? En hoe komt het over bij de juryleden die aan die baan zitten, aan de boarding? Helemaal in trance. Ik zou mijn punten vergeten in te geven, misschien wel. Nou, op dit moment vergeet je gewoon niet op te schrijven. En wij vergeten helemaal de score. Ja. Costner gaat naar de tweede plaats, vlak achter Asada.